zijn al maanden eigenlijk geleden begonnen met het organiseren van dit feest. Er zijn twee collega's begonnen met het idee van zullen we wat gaan doen, want we krijgen een koning. Het was eigenlijk al vrij snel na het bericht van Beatrix dat ze af zou treden en toen dachten wij eigenlijk al meteen van daar moeten wij iets mee gaan doen. Wij zijn een school van ongeveer 150 leerlingen, iets meer op dit moment. We zijn een brede school de Omnibus, dat we met z'n allen zoveel mogelijk activiteiten doen om het gemeenschapsgevoel te versterken. Dus er lopen hier ook inderdaad kinderen van de peuters met kinderen in groepjes tot en met groep 8. Dus het zijn hele gemengde groepjes. Wij hebben de oudste kinderen in een groepje, kinderen vanuit groep 7 en 8, een captainsfunctie gegeven. Dus die moeten zorgen dat ze goed op tijd doordraaien. Als de bel gaat, dan moeten ze naar het volgende spel. En ja, ze moeten in de gaten houden of de kinderen allemaal bij elkaar zijn. Wat is jullie taak? We moeten kinderen begeleiden bij spelletjes en groepjes. En dan gaan we om zijn beurt naar een groepje toe. Wat heb je vandaag allemaal al gedaan? Veel dingen, zoals springen en blikjes omgooien. Koning.